Ik gebied dat hart dat het genezen is. Every heart problem. Elk hartprobleem bestraf ik. Wees genezen. In Jesus' name. In Jezus naam. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. I come again in problem in the hips and the bones. Problemen in de heupen, in de beneren. Ik in the bones kom and in the joints. Op. En in de gewrichten. We command you to go. En we gebieden te gaan. And for the healing anointing of God to hit your body. En de zalvings genezing dat die je lichaam aanraakt. And to make your disabled met into strength. En dat alles wat je niet kon, dat je kracht in gaat worden. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Father, we thank you. Vader, we danken u. For the healing of every sister. Voor de genezing van elke zuster. From every woman's sickness. Elke vrouwelijke ziekte. In Jesus' name. In Jezus naam. They flowed and the liquid that is coming from the ear, I command it to cease, and for that ear to be totally restored and healed in the name of Jesus. De vloeistof die uit het oor komt, ik gebied dat oor volkomen genezen in te zijn. Jesus name. In Jezus naam. Wow. Wow. We praise you. We prijzen u. Teach us tonight. Leer ons vanavond. Because your people are eagerly waiting. Want uw volk wacht. And the people of God say. En het volk van God zegt. Amen. Amen. Well, Matthew chapter 21. Matthäus 21. The growth in the left, in the right breast, God is healing you too. In de vergroeiing in je rechterborst, God geneest het. And the problem in the lung, in the kidney, God is healing you too. Probleem in de nieren, God geneest jou ook. The stones in the kidney, God is removing. Nierstenen, God geneest je. Matthew 21. Matthäus 21. Verses 18 to 21. Vers 18 tot 21. 18 to 21. 18 tot 21. Chapter 21. Vers hoofdstuk 21. Of Matthew. Matthäus. From verses 18 to 21. Van vers 18 tot 21. Well, you could go to 22, you see. Neem 22 ook maar mee. Now in the morning, as he returned to the city, he was hungry. And seeing a fig tree by the road, he came to eat and found nothing on it but leaves. And said to it, let no fruit grow on you ever again. And immediately the fig tree withered away. Now when the disciples saw it, they marveled, saying, how did the fig tree wither away so soon? So Jesus answered and said to them, assuredly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also, if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. And all things whatsoever you ask in prayer, believing, you will receive. Before I continue reading, let us stand. The Holy Spirit is telling me something. According to this passage, laten we eerst even staan. De Heer zegt iets tegen mij. We have to pray for the situation in Kyiv right now. We moeten bidden voor de situatie in Kyiv op dit moment. Raise up your hands. Laten we onze handen omhoog doen. And in faith command the situation to be resolved right now. Dat we gebieden dat de situatie nu wordt opgelost. By faith establish a solution, supernatural solution. Een bovennatuurlijke oplossing. Pronounce it. Proclameer het. Believe it. Geloof het. That by the time I arrive there will be a solution ready. Dat er iemand heeft de oplossing al. Ik spreek oplossing hier over die situatie. Oplossing, Vader. Oplossing, Vader. Ik spreek oplossing hier. That order to die. That problem so oplossing to force. I command you to oplossing. Die now. The oplossing in de naam van Jezus verkeer. Oplossing hier voor de situatie daar. We spreken die oplossing te voorschijn in Jezus naam. The crisis is over. You are in God's supernatural intervention. Bovennatuurlijke oplossing. Bovennatuurlijke interventie. Bovennatuurlijke interventie. Bovennatuurlijke oplossing in Jezus naam. A peaceful solution that will satisfy everybody. And we are established by the Spirit of the Lord that we are remaining there. Nobody is moving with us. And we are getting a better beauty of it. And everything is working out for free and in a better way. For your glory.
Father, in Jesus' name. Vader, in Jezus naam. By the spirit of faith. Door de geest van geloof. Because you said unto us, if we have faith and do not doubt. Want u heeft gezegd, als je gelooft en niet twijfelt. If we shall say to the fig tree. Dan moeten we tegen die vijgenboom kunnen zeggen. Be removed and be cast out of the sea. Wees opzij, ga opzij en in de zee geworpen. En dan zal het gebeuren. We command that problem that is existing in Kiev to be removed and uprooted and be cast into the sea. Dat totally weggehaald in the name of Jesus. In Jezus naam. And we believe you. We geloven u. The problem ceases to exist. Het probleem houdt op te bestaan. Cease to exist. Het bestaat niet langer. From today on. Vanaf vandaag. Thank you, Father. Dank u, Vader. In Jesus' name. In Jezus naam. We praise you. We prijzen u. Give him praise for you. Geef hem de lofprijs daarvoor. You can have your seat. U kunt weer zitten. That just came impromptu. Dat kwam gewoon, dat viel even binnen. Impromptu. Dat werd even aangespoord. Now you can read this passage. Nu gaan we lezen. Vers 18 tot 22. S'morgens vroeg bij zijn terugkeer naar de stad werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Maar hij vond daar niets aan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hen, nooit groeien aan u enig vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, hef u op en werp u in de zee, het zal geschieden. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. That person that is having a growth, or you know, like a fly on your eye, right? Iemand in the eyelid. Hier een vergroeiing heeft op no, je ogen. I think the top. Of ik denk daarboven. You know this thing, the ear of the eye. Dit, yeah, yeah. The regina of the eye. I mean the whatever. Yeah. De wimpers. The eyelid. De ooglid. Yeah, if you are the one having that problem there. Als je daar een vergroeiing hebt, als jij die it's like something is growing there, like a iets little, is daar aan het groeien. I think it's the left eye. Ik denk dat het linker oog is. Yeah, who is that person? Wie is die persoon? You see that problem? You're right in your left. Left. Where is it? There's okay, hand. I see. Daar is iemand. Put daar, your hand. Daar there. Nog iemand. Another one. Put your leg je hand op je oog, eye, yeah. Op je oog. And I command the eye to be healed right now. En ik gebied dat het oog nu wordt genezen. Touch yourself, you say. Raak jezelf aan. And be healed in Jesus' name. En wees genezen in Jezus' spirit naam. Of blindness. Geest van blindheid. I charge you now. Ik daag je nu uit. To go. Om te gaan. Go, to go. Te gaan. I command you to be removed, you mountain, in Jesus' name. Ik gebied dat je nu gaat, berg, in Jezus' naam. Let that eye be restored right now. Laat dat oog nu hersteld zijn. Amen. Amen. Yeah, have your seat. Gaat u zitten. Good for you. Goed voor u. Well, you know, I'm not going to preach on faith today, you see. Ik ga niet over geloof prediken vandaag. I'm going to preach on something else. Ik ga over iets anders spreken. Now, did you see what happened? Heb je gezien wat daar gebeurde? Did you see what just happened? Heb je gezien wat er net gebeurde? Jesus came into the city. Jezus kwam naar de stad toe. And saw a fig tree, you see. En dan ziet hij daar een vijgenboom. By the road. Aan de weg staan. And it was said in verse 19. En dan staat er in vers 19. That he came to it and found nothing on it but leaves. Dat hij daar kwam, maar hij vond niks anders dan alleen maar bladeren. And cursed the tree. En dan, cursed the tree. Dan vervloekt hij die boom. Now the question that I have is. Nou, de vraag die ik dan heb is. Jesus. Heere Jezus. I don't want to think that you are like me. Ik denk niet dat u bent als ik. I don't want to think that you are like me. Ik wil niet dat u denkt dat ik als u ben. But why did you cause that poor tree? Maar waarom heeft u nou die arme boom vervloekt? No, Jesus, tell me the truth now. Heere Jezus, vertel me de waarheid nu. Good. Heeft geen vrucht. Goed. But he said also. Maar er staat ook. Vers 18. That the guy was hungry, you see. Dat hij hongerig was. The guy was hungry. The guy, de jongen, de knul was hongerig. Who is the guy? Wie is die knul? Jesus was hungry. Jezus was hongerig. Verse 18, he says so. Vers 18 staat dat. Now in the morning. In de ochtend. As he returned to the city. Terwijl hij dan terug gaat naar de stad. He was hungry. Was hij hongerig. Thank God the Bible tells the truth, you see. De Bijbel die vertelt de waarheid, gelukkig. Thank God it tells the truth. Dank God dat de Bijbel de waarheid vertelt.
I could have hidden that fact. You know, it doesn't look sign of Jesus, you see. It doesn't look too solid for Jesus to be. Het lijkt me niet zo moeilijk voor Jezus hier. I could have hidden that fact. Ik had dat feit wel kunnen verstoppen als ik het had geschreven. But thank God, the Bible doesn't lie. Maar de Bijbel liegt niet, dank God. So the Bible reveals that Jesus really was hungry. Dus de Bijbel laat zien dat Jezus echt hongerig was. Now the question that I have then is, en de vraag die ik dan heb is, you are hungry. U bent hongerig. And you are looking for that fruit, for the fruit from that tree. En dan keek u naar die vrucht van die boom. You did not see that fruit. U zag de vrucht niet. So you went and cursed it because of hunger. Dus vanwege de honger heeft u de boom vervloekt. So Jesus, it means you are like me, man. Dus Jezus is net als ik, man. Because it is only me I thought God gets mad like that. Want het is alleen maar het is God die daar zo boos wordt. And do some crazy things. En die doet daar rare dingen. So why did he curse the tree? Waarom heeft hij nou die boom vervloekt? Because the tree didn't have a fruit. Omdat die boom geen vrucht had? Or because of hunger? Of vanwege de honger die hij had? So he was also ruled by his feelings. Dus dan werd hij ook geregeerd door zijn gevoelens. But you see, no. Maar nee. He didn't curse it because of hunger. Niet vanwege de honger werd die boom vervloekt. Do not get to know that is the wrong conclusion to come to. Dat is de verkeerde conclusie. Why I got to know is because. Wat ik wil weten, wat ik achterkwam is. I got to know it's not because of hunger. Niet vanwege de honger. Because. Maar vanwege. You see, he had been hungry before. Ik ben wel eens hongerig geweest. Dat is goed zo. He has been hungry before. Hij is wel eens meer hongerig geweest. And he was hungry in the wilderness for 40 days, not just for one month. In 40 dagen lang was hij hongerig in de wildernis. But here is only one morning was hungry. Hier is alleen maar één ochtend wat hij. But when he was hungry for more than one morning, but the whole day for 40 days. Maar toen hij dan 40 dagen hongerig is geweest, he never got mad. Is hij nooit kwaad geworden. And he even never created for himself bread when he had the opportunity to and do so. Hij heeft zelfs geen brood gemaakt voor zichzelf waar hij het had kunnen doen. So Jesus is not ruled by his passion. Dus Jezus wordt niet geregeerd door zijn gevoelens. That conclusion is clear to me. Die conclusie is mij wel duidelijk. So it is not what I thought. Dus het is niet wat ik dacht. Jesus is better than me. Jezus is beter dan ik. He did not get mad because he couldn't eat. Hij werd niet kwaad omdat hij geen eten had. So you guys. Dus jij, knul. Yeah, you can really not justify yourself from eating your wife because she didn't cook when you came from job. Jij kan toch je vrouw niet gaan zitten opeten op haar zitten omdat zij niet goed gekookt heeft voor jou. So there is no justification for you. Er is dus geen excuus voor jou. Because some people you can look at this and say, well, Jesus got mad, I too got mad. Sommige mensen denken, ja, Jezus werd hier kwaad, ik word ook kwaad. Because Jesus was hungry, I too was hungry, so you can forgive me. Jezus was hongerig, nou ik was ook hongerig, dus hij snapt mij wel, hij kan me vergeven. You should not be ruled by your passion. Je moet niet geregeerd worden door jouw passies. And your hunger should not have dominion over you. En jouw honger moet jou niet regeren. If that happens, als dat gebeurt, then you will be like Esau. Dan ben je net als Esau. Or what's his name, the brother of Jacob. Ja, broer van Jacob, Esau. Whenever you are ruled by your hunger, als jij wordt geregeerd door jouw honger, you sell your birthright. Dan ga je eerst geboorterecht verkopen. So Jesus was not like that. Dus zo was Jezus niet. So if Jesus did not take that conclusion to curse the tree because he was hungry. Dus als Jezus dan niet die boom heeft vervloekt omdat hij hongerig was. So what made him do it? Waarom dan wel? Good question. Goeie vraag. I would like to know too. Zou ik ook willen weten. Was he trying to teach his disciples faith? Was hij zijn discipelen geloof aan het trainen hier? That is another option. Ook een mogelijkheid. Because the verses that follow, want de rest van de versen die volgen. He was telling them, if you have faith, dan zegt hij, als je geloof hebt. You can do the same thing. Dan kan je hetzelfde doen. I think it's not because he wanted to teach his disciples faith. That is why he caused the tree. That is also the wrong conclusion. Ik denk ook niet, dat is ook een verkeerde conclusie. Dat hij die boom heeft vervloekt omdat hij de discipelen geloof wilde leren. So they are members of the jury. Dus beste leden van de jury. You must know that language because you are from The Hague, you see. Je bent uit Den Haag, dus die taal moet je kennen, hè? Ja. So you dear members of the jury. Dus u geachte leden van de jury. My question to you therefore is. Mijn vraag aan u daarom is. I was supposed to be a lawyer, but I became a journalist. ik had misschien een advocaat moeten worden. I became a journalist, not far from one another. Maar ik werd een journalist, dat scheelt niet zoveel.
They are neighbors, you see. Die zijn, die wonen naast elkaar, zijn buren van elkaar. They are not far from one another. Dat is niet ver van elkaar vandaan. So sometimes it still wake up, dus soms dan komt dat nog een beetje wakker in mij. Okay. Nou, let op. You are the members of the jury today. Jij bent dus de leden van de jury vandaag. So if he wanted to teach his people faith, dus als hij zijn mensen geloof wilde leren, why didn't he just curse any tree? Waarom heeft hij niet gewoon een of andere boom vervloekt? Why that particular port? Waarom precies deze boom? Was it the unlucky one that was there at the wrong time? Was dat nou gewoon, ja, die boom die had pech, die stond er op verkeerde moment, verkeerde plek? No. Nee. Jesus had something in mind, that's why he shows that tree. Nee, Jezus had iets in gedachten en daarom toont hij die boom. And he didn't want to teach faith. En hij wilde niet geloof leren. By making the poor tree die. Door de arme boom dat hij ging sterven. The poor tree. Die arme boom. Shouldn't be the object of his lesson. Dat is niet het object van zijn les. If that is so. Als dat zo zou zijn. It will mean that Jesus is creating victims. Dan zie je dat dan zou Jezus slachtoffers creëren. But Jesus is not creating victims. Maar Jezus creëert geen slachtoffers. He's making victims into successful, into happy. Mensen die slachtoffer waren, maakt hij in gelukkige, blije mensen. He's a supporter of victims. Hij de slachtoffers die ondersteunt hij juist. He doesn't victimize. It saves victims. It doesn't victimize. It saves victims. Hij maakt geen slachtoffers, maar hij redt slachtoffers. So, what happened? Dus wat gebeurde hier? Now let me submit to you. Laat me iets laten zien. Respected member of the jury. Geachte leden van de jury. I want to submit to you why. Ik wil u aangeven waarom. Verse 18 and 19. Now in the morning, as he returned to the city, he was hungry. Vers 18. 'S morgens vroeg bij zijn terugkeer naar de stad werd hij hongerig. And seeing a fig tree by the road. En aan de weg ziet hij daar een vijgenboom. He came to it. En hij ging erheen. And found nothing in it but leaves. En vond daar niets aan dan bladeren. And said to it. En hij zei tot hem. Let no fruit grow in you ever again. Nooit groeien aan u enige vrucht meer. And immediately the fig tree withered away. En terstond verdorde de vijgenboom. Now listen closely. En luister goed. Jesus was hungry. Jezus was hongerig. He approached the fig tree looking for something. Hij ging naar die vijgenboom toe en hij zocht iets. You guess what he was looking for, isn't it? Maar u heeft al begrepen wat Tell hij daar zocht. What he was looking for. Waar zocht hij naar? Vertel mij. He was looking for fruits. Fruit. You are fruit. So smart. I didn't know Dutch people could know so much. Oh, jullie zijn heel slim. Jullie hebben het goed door. Ik wist dat Nederlanders zo slim waren. Well, you guess right. Maar u heeft het goed geraden. He was looking for fruits. Hij zocht naar vrucht. Now. Nu. They said he looked in that tree. He did not find any fruit but leaves. Hij zei, ik keek naar die bomen en zag niks anders dan alleen bladeren. But those leaves were green. Maar dat waren wel groene bladeren. Which means. En dat betekent. Which means that it was the season for the tree to bear fruit. Het was dus het seizoen voor die boom om vrucht te dragen. But in a city, you know, but so for everything there is a purpose. Dus voor alles is een doel. In Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Dat staat in Spreuken 3 vers 1. For everything there is a purpose. Voor alles is een doel. And to every purpose there is a set time. En voor alles is ook een gezette tijd. Prediker staat dat. These three failed the two examinations. En deze boom, twee examens kwam die niet doorheen. The purpose of the tree. Het doel van de boom. Is for it to bear fruit. Is dat het vrucht draagt. For the hungry to eat. Voor de hongerige om te eten. In this situation, Jesus happened to be the hungry. In deze situatie was Jezus de hongerige. But he was to bear fruit not only for Jesus, but for every hungry. Maar hij moest vrucht dragen niet alleen voor Jezus, maar voor iedereen die hongerig was. Jesus knew the purpose and the destiny of that tree. Jezus wist het doel en de bestemming van die boom. And for everything there is a purpose. En voor alles is een doel. And for every purpose there is a time, a season. En voor alles is ook een tijd, een Jesus seizoen. Came in the season of that tree. Jezus kwam in het seizoen van die boom. And in the very season that he was supposed to be producing fruit, he was not fulfilling his purpose. In het seizoen dat hij vrucht had moeten dragen, kwam hij niet tot zijn doel. He was not fulfilling his purpose. Hij vervulde zijn doel dus niet. In his due time.
op zijn tijd. So they said for everything there is a purpose. Dus als er staat voor alles is een but doel. But the tree was not fulfilling a purpose. Maar die boom die voldoet niet aan zijn and doel. And for every purpose there is a time. Maar voor elk doel is een tijd. In the right time when it's supposed to be bringing forth fruit, he did not have any purpose or timing for it. En op de juiste tijd deed hij dus niet wat hij voor bestemd was. Then you don't have rights for existence. En dan als je zo bent mag je niet langer bestaan. Now. Nu. You think we are talking about fig trees. Jij denkt natuurlijk dat we het over vijgenbomen hebben. But really we are talking about you. Maar eigenlijk hebben we het over u. And that's why I call this message. En daarom heb ik deze boodschap genoemd. Fulfill your destiny. Vervul je bestemming. Everything. Alles. God created. Wat God heeft geschapen. Is always for a given purpose. Is altijd voor een doel. God doesn't do things for fun. God doet niks alleen maar voor de lol. If Jesus created flowers, als Jezus bloemen heeft geschapen. God created flowers. God heeft bloemen geschapen. Some of you think it's just for fun. Sommigen denken het alleen maar voor de lol. But the reason why Jesus discovered that the fig tree was doing the wrong thing, that's because it didn't have rights for existence, was because Jesus was there when it was created. He knew it was created for something. Maar Jezus wist. ja. Jezus was daar toen die boom werd geschapen. Hij wist het doel waarom die boom geschapen werd. So he knew the fig tree was not fulfilling its purpose. Hij wist dus dat die boom niet tot and zijn doel Jesus kwam. Jesus knew the thinking of God, how God operates, how en God Jezus functions. Wist dus het denken van God, hoe God opereert. He knows God does not do anything, does not create anything for nothing. Hij weet dat God niet iets creëert voor niks. He doesn't create anything and not give it a purpose. Er is niks wat hij schept en wat geen doel zou hebben. If it created anything, it gives it a purpose. Als die ook maar iets creëert, heeft het een doel. And the reason why you see something in creation. En de reden waarom je iets ziet in de schepping. Is because there was a need for it. Is omdat er een nood voor was. So God was always seeing the purpose. Dus God die ziet altijd het doel. Before he brings something to existence. Voordat hij iets tot bestaan brengt. So God knew that people were supposed to be hungry. Dus God wist dat mensen af en toe hongerig werden. And they're supposed to eat. En dat ze dus moesten eten. And they're supposed to be passing by the road. En dat ze dus over wegen lopen. So he planted that tree by the roadside. Dus hij zet dan die boom aan de weg neer. Not in the wilderness. Niet in de wildernis. By the roadside. Maar aan de weg. You read your Bible, you say by the roadside. Staat in je Bijbel, hè, aan de weg. And the reason he put it by the roadside is for the people because there was a road before it. And before the tree. De reden dat hij hem daar neerzet is dat omdat er weg is voor die boom. Hungry people passing that road long time. En hongerige mensen liepen daar over without, de weg. Without food. Maar zonder eten. Jesus loved, God loves people. God houdt van mensen. He had their interest in mind. Hij heeft hun interesse in gedachten. So he gave a life and existence to dus the hij victory. Geeft dan leven en bestemming aan die vijgenboom. So that he might supply food for the hungry. Zodat die boom dan kan zorgen voor eten voor de hongerigen. So when the fig tree was not fulfilling his destiny and purpose. Dus als die vijgenboom dan zijn bestemming en zijn doel niet vervult. He doesn't have any right to exist dan anymore. Heeft hij geen recht meer om te leven, om te bestaan. So also it's with me and you. Zo is het ook met jou en mij. God decided to bring you into the world. God heeft besloten om jou de wereld in te brengen. Because God had the need on earth. Omdat God een nood had op aarde. He wanted to bring his glory to somewhere. Hij wilde zijn glorie ergens brengen. He wanted to make some people see his glory and be reconciled to him. Hij wilde de nood van mensen zien en daar zijn he glorie brengen. He wanted his presence to cover the whole earth. Hij wilde dat zijn aanwezigheid de hele aarde zou vervullen. When he decided to bring his glory to the Netherlands. Als hij dan besluit om zijn glorie naar Nederland te brengen. In the particular place he had called you to. En de speciale plaats waar hij jou geroepen heeft. He decided to make your father and mother come together. Dan heeft hij besloten dat jouw vader en moeder samenkwamen. And he said you are the answer to his need. En dan zegt hij, jij bent het antwoord op zijn nood. So you are created. Dus jij bent geschapen. As an answer to God's need. Als een antwoord op Gods nood. You are not just here by your choice. Je bent niet zomaar omdat jij ervoor gekozen hebt. You are not hebt. Just here by accident. Niet toevallig. You are sent to be an answer to someone. Je bent gezonden om een antwoord voor iemand te zijn. That is why I'm very sorry for you. Dat is waarom ik heel erg spijt heb voor u. Because you live. Want u leeft. As if you only exist. Als u voor alleen maar bestaat. To do work for the for government. Voor werk doen voor de regering. To do secular work. Om seculier werk te doen. Why God brought you to life for his work. Terwijl God u tot leven heeft gebracht voor zijn werk.
God created you for the reason of his kingdom. God heeft u geschapen voor dingen voor zijn koninkrijk. Of course, through work and through business or through politics or through education or culture, anything. Natuurlijk door werk of door zaken of door educatie, wat dan ook. You have a calling. Je hebt een roeping. That calling is what he has defined as your area of functioning. Die roeping heeft hij bestemd als jouw gebied waar je kan functioneren. That is the particular road where you are planted. Dat is de weg, die speciale weg waar jij geplant bent. You are supposed to be fulfilling God's purpose. En de bedoeling is dat jij Gods doelen vervult. For a given time. Op een bepaalde tijd. In a given place. Een bepaalde plaats. If the only thing you do right now is that you are alive, you eat, go to work, come back, sleep, come to church on Sunday and sleep and wake up, go to work and sleep and die. Als het enige wat jij doet, je wordt wakker, je gaat naar je werk en je gaat weer naar huis en je komt naar de kerk en je gaat weer naar je werk. Als dat het enige is wat je doet. So and you just add God as one of your curriculums. En dat je God als een van je curriculumen hebt. Then the same thing that happened to the fig tree. Dan hetzelfde wat er gebeurde met die vijgenboom. Just waiting for to happen to you. Just about to happen to you. Dan staat het op het punt ook om met jou te gaan gebeuren. Mijn Jezus. Mijn Jezus. Mijn Jezus. Mijn Jezus. Have mercy on us. Heb genade met ons. If God created this flower, als God deze bloemen heeft geschapen. He had a need before he created it. Hij had een nood voordat hij die bloemen schiep. You know why he created it? Weet je waarom hij die heeft Because geschapen? Because he knew people need bright smile in their faces. Want hij wist dat mensen moesten een glimlach healing nodig op hun gezicht. Healing from depression. Dat worden ze genezen van depressie. Encouragement. En bemoediging. At their bad day. Op een slechte dag. and just good mood. En een goede stemming. Because the husband needs to give something. Want die man die moet wat kunnen geven. So God created flowers. Dus God heeft de bloemen geschapen. To meet that need. Om die nood te ledigen. So if the flowers. Dus als die bloemen. Refuse to grow or blossom. Als die niet willen groeien of geen vrucht willen dragen, geen bloemen. Then you have the owner of the garden has the right to wipe it off and put another one that will blossom so that he could bring profit. De eigenaar van die grond, van die tuin, heeft dan het recht om hem weg te nemen om een andere bloem neer te zetten die wel bloemen voortbrengt. God is your owner. Is jouw eigenaar. Not your job. Niet jouw werk. Not your boss. Niet jouw baas. Not your company. Niet jouw waar je werkt. Not your workplace. Je plaats waar je werkt. God is your owner. Maar God is jouw eigenaar. The world system. Het wereldsysteem wants us to think. Wil dat wij denken that we are owned by the society. Dat wij eigendom zijn van de maatschappij. Oh my. Oh jongens. What a pity. Wat is dat zonde? No, you are not a box of candy. Nee, je bent niet een of andere doosje you met chocolaatjes. You cannot be owned by anybody. Jij bent niet het eigendom van wie dan ook. You cannot be owned by any company. Je kan niet door een of andere maatschappij vastgehouden worden. You cannot door een be of andere directeur. By any politician. Je bent niet het eigendom van een you politicus. Are created in the image of je God. Bent geschapen in het beeld van God. You cannot be owned by this society. Je kan niet het eigendom zijn van deze maatschappij. You cannot be owned by European Union. Je kan niet van de Europese Unie eigendom worden. It is too small. Dat is veel te klein. To own you. Om jou. Why is it too small to own you? Waarom is het te klein om jou te hebben? Because he cannot create your ear in the head. Want die man die kan nog niet het haar op je Talk hoofd less of scheppen. You. Talk less of you. Laat staan you. Dat hij helemaal jou zou kunnen the maken. The hair in your head is the smallest thing you have. Dat kleine haartje op je hoofd is het kleinste wat jij hebt. He can, the whole European Union cannot create de hele Europese Unie kan dit niet maken. Talk less of creating the whole Laat of you staan being. Jou helemaal maken. Jij, uniek. You are too big for it. Je bent veel te groot daarvoor. You are created therefore by God. Je bent geschapen door God daarom. For his purposes. Voor zijn doelen. For his intentions. Voor zijn intenties. For his goals. Voor zijn doelen. We call it destiny. Dat noemen wij bestemming. He put his gifts and his callings in you. Hij heeft zijn gaven en roepingen he in jou gelegd. He planted you in a territory, in a given Hij heeft jou geplant op een bepaald gebied, territorium. That you may live only dat je for daar him. Zal leven. That you may live only for him. Dat je zal leven alleen voor hem. That you may breathe and walk and labor only to glorify him that created you. Dat je zal ademen en leven en bewegen alleen voor hem die jou geschapen heeft. That everything about your life is only about him. Alles in je leven alleen maar everything voor hem. Everything about your life alles is only about him. Alles in je leven alleen voor hem. Everything about your life will be only about alles him. Alles in jouw leven everything. Alleen voor hem.
Alles. Everything. Alles. Everything. Alles. Because of him. To make him popular, you go to university. Om hem populair te maken, ga jij naar de universiteit. To get education. Om opleiding te krijgen. So that you could be more effective for him. Zodat je meer effectief wordt voor hem. Because of him. Vanwege hem. You studied better than anybody else. Begin je beter te studeren so dan you might be best for his glory. Zodat je de beste bent voor zijn Because glorie. Because of him. Vanwege hem. You go to, you should be going to work. Ga je naar je werk toe. Not for salary. Niet vanwege het salaris. Money shouldn't control you. Geld moet jou niet controleren. Because what is money? Want wat is geld? It's only paper painted in different colors. Alleen maar papier, maar dan beschilderd met andere kleuren. How can trees control you? Hoe kan dat nou jou controleren? You know what is paper? Weet je wat papier is? It's tree. Dat is eigenlijk van een boom komt when dat. Tree is grounded, als een boom wordt afgekapt en dan wordt dat klein gemaakt processed. En dan komt er een proces it heen. Becomes paper. Het hout wordt dan papier. And this paper could be painted. En daar kan je dan kleuren geven. And I write some figures on it. En dan kan je wat figuurtjes op tekenen. Trees should not control you. En, maar die bomen die controleren jou toch niet? Trees should not control you. Dat hout controleert jou toch niet? You are more than trees. Je bent toch meer dan een boom? You are a human being. Je bent een mens. Don't work for money. Werk niet voor geld. That is an insult for dat the is een belediging voor God. That is an interest for the God who created you for himself. Dat is een belediging voor God die jou geschapen heeft. It is a slap in the face for him. Dat is een slag in zijn gezicht. Because he created you for himself. Want hij heeft jou geschapen voor hemzelf. And now. En nu. You. Jij. That he created. Die hij gemaakt heeft. To give glory to him. Om glorie aan hem te geven. Now you are give you a whole being where he put his own image. Waar hij zijn eigen beeld ingelegd heeft. You are going to worship tree. Dan ga je een boom hout ga je aanbidden. You are going to bow down to tree. Dan ga je neerbuigen voor een boom, voor hout. And worship tree. En dan ga je een boom aanbidden. And worship tree. En dan ga je een boom aanbidden. Why God is waiting for you? En God wacht op jou. To worship him. Hij heeft je geschapen om hem te aanbidden. Money. Je gaat nou zijn geld ga je aanbidden. And God is disgraced. En God die heeft geen genade. God is angry. God is boos. God is saying, don't give my glory to trees. En God die zegt, geef mijn glorie toch niet aan bomen. You are my glory. Jij bent mijn glorie. You are my image. Jij bent mijn beeld. Why should you give my image and my glory Waarom to? Geef je mijn beeld aan een boom? To something that I created to make you happy. Aan iets wat ik heb geschapen om jou blij te maken. I am the creator of you. Ik ben de schepper van jou. I am the creator of the tree. Ik ben de schepper van die boom. I created the tree just to make you use it, so that you could use it. Ik heb die boom geschapen dat jij het kan gebruiken. But now, instead of you using the tree is using you. Maar nu, in plaats dat jij die boom gebruikt, gebruikt de boom jou. Don't give my image away. Geef jouw beeld niet weg. No, you are my daughter. Nee, je bent mijn dochter. You are created for me. Je bent geschapen voor mij. Om mij te aanbidden. Not to go to work. Niet om naar werk te Not gaan. To go to job. Niet om naar de kerk Not te gaan. To make money. Niet om geld te verdienen. You should rule over money. Je moet regeren over geld. Control money. Geld controleren. To have dominion over money. Je moet daar autoriteit over hebben over And geld. Use that money to serve God. En dat geld gebruiken om God te dienen. To promote God. Om God te promoten. To make God bigger and... Om God groter te maken. You should control everything around you. Je moet alles rondom jou controleren. And bring it under your dominion. En brengen onder jouw dominion. Heerschappij. Glorify him more. En een gebruik om hem meer te That's verhogen. Why you are created. Dat is waarom je geschapen There bent. Is a purpose for your life. Er is een doel voor jouw leven. There is a purpose for er is een doel voor je leven. There is a purpose for your life. Er is een doel voor je leven. It's not just to eat and wake up and sleep and die. Niet om wakker te worden, wat eten en dan weer gaan slapen en dan doodgaan. Maybe you are called to become a voice for God in medicine. Maar we zijn geroepen, misschien ben je geroepen om een stem van God te zijn in de medicijnen. So glorify God through your voice in music. Misschien om God te verhogen door de muziek heen. As Pastor Christa said beautifully, he's not supposed to sing in the church only, you're supposed to glorify with music. That means everywhere, to every creation. Zoals de voorganger uit Zweden zei, niet alleen in de kerk, nee, overal waar je bent, God verhogen met je muziek. You are created for him. Je bent geschapen voor hem. For his purpose. Voor zijn doel. And every day. En elke dag. The things for which you are created to enlighten. De dingen waar jij voor geschapen bent om dat te verhogen. The things that you are created to brighten up. De dingen waar jij voor geschapen bent om daar het licht te brengen. The things that you are created to give life to. De dingen waar jij voor geschapen bent om licht aan te geven. They pass by you. Die gaan jou voorbij, die gaan langs jou heen. Like Jesus passed by that Zoals de Heer Jezus ook langs die boom wandelde. And they are looking at you.
En ze kijken naar jou. Looking for food. Ze kijken naar voedsel voor to jou. Be fed. Om gevoed te worden. Looking for light to be brightened up. Om voor het licht om aangestoken looking te worden. Looking for glory from you. Ze kijken naar glorie van jou. They are looking for life. Ze kijken naar leven. But they are not finding it. Maar ze vinden niks. And you are alive. En jouw leven. It is your time. Dat is jouw tijd. And you are existing. Jouw bestaan. Dat betekent je hebt een bestemming. So you are not fulfilling your destiny. Dus dan vervul je je bestemming you niet. Are not fulfilling your purpose. En jouw doel niet. Then you, in your time, you are wasting it away. En dan je tijd die verspil so je gewoon. What should God do? Dus wat moet God dan doen? He doesn't have any option. Hij heeft eigenlijk geen keus. Than to remove you. Dan alleen maar om je weg te bring nemen. Another one in your en om place. Een ander in jouw plaats te brengen. That will be able to fulfill that same purpose for other people who are suffering. Die wel dat doel gaat doen voor mensen die lijden. Because other people are supposed to be, you know, to be fed by you. Want andere mensen zouden gevoed moeten worden door so jou. So don't make church a place you just come to sit down and to relax. Dus maak de kerk nou alsjeblieft niet een plaats alleen om te komen en neer te zitten. Dat is niet het doel van de kerk. The purpose of the church is to help you find your destiny and the way you could be useful for God. Het doel van de kerk is om jouw bestemming te vinden en hoe je getraind te worden, hoe and jij is, vol vrucht kan zijn voor God. The church is helping you to find that place of fulfillment more and to be more effectively fulfilling. En die kerk die helpt jou om die plek te vinden en dat je meer effectief the bezig kan zijn voor is God. The gift of God to us. De kerk is de gift van God aan ons. So that we will not be our faith and our destiny will not end like that of the fig tree. Dus zodat ons geloof en onze bestemming niet zal eindigen net als die vijgenboom. So the fig tree didn't have a teacher and a lecturer to teach him how to bear fruit. Want die vijgenboom die had geen les die kon leren hoe hij vrucht moest dragen. But the church is that. Maar de kerk is that a provision. De gemeente, daar is die voorziening van God. So that you will not become like the fig tree. Zodat je niet net als die vijgenboom wordt. He's helping you, feeding you. Hij helpt jou, hij voedt jou. How to bear fruit. Hoe je vrucht kan dragen. How to bring forth results. Hoe je resultaten and voort how to kan brengen. Fulfill that destiny where hoe you're je je to. Bestemming kan vervullen. Can you understand me or not? Begrijp je me nu? So you come to church to be able to dus je komt naar de kerk om te weten where you are called to be. Waar jij voor geroepen bent. What you are called to do. Wat ben jij te geroepen om te doen? And how you could do that more en effectively. Hoe kan je dat meer effectief doen? And it's all about promoting God and His kingdom. En het gaat allemaal om het promoten van God en zijn koninkrijk. Because that's why His kingdom was put in you. Want daarom is zijn koninkrijk in jou geplaatst. His presence and His glory in you. Zijn aanwezigheid en zijn glorie in jou. Because you are called to be a carrier of want that glory. Je bent een geroepen om een drager te zijn a van de glorie. A carrier of that presence. Een drager van die aanwezigheid. A carrier of that kingdom of God. Een drager van het koninkrijk van God. To a certain sphere of life. Naar een bepaald gebied van het leven. And to be the provisions in that sphere of life. Of life for other people. En om daar de voorziening te zijn in dat gebied van het the leven voor andere mensen. The provision of glory. De voorziening van glorie. In that sphere of life. In dat gebied van het you leven. Are the fig tree that produces glory. Jij bent die vijgenboom die glorie produceert. That is your fruit. Dat is jouw vrucht. You are the fig tree that produces life. Je bent de vijgenboom die leven produceert. That is your fruit. Dat is jouw vrucht. So other people feed on you. Zodat anderen kunnen eten van jou. Because you are planted by God in a certain place. Want jij bent geplant door God op een so bepaalde plek. Life will defeat death. Zodat het leven de dood zal overwinnen. So that death will retreat and life will prosper in zodat de dood niet meer doorgaat, het leven zal voorspoedig zijn. So if you have a company, als je een bedrijf hebt. Or you are director of a firm. Of je bent directeur van een of andere firma. The reason why God elevated you into that place, if that is your calling. De reden waarom God jou daar geplaatst heeft, verhoogd heeft op die plek. Is so that it could become your platform. Zodat het jouw platform kan from worden. From where you could stand, like I stand. Zoals ik op een platform kan staan. And produce life. En leven kan produceren. And give out presence. En cadeautjes kan and geven. And give out glory. En glorie kan uitgeven. And make every creation to come back to the creator. En elke schepping, schepsel weer kan terugbrengen naar de schepper. To again look like the image of the God by which he was created. En dat mensen weer gaan lijken op God door wie ze geschapen zijn. So, dus, like that fig tree. Net als die vijgenboom. I ask you the question. Vraag ik jou de vraag. Where are your fruits? Waar zijn jouw vruchten? For the kingdom. Voor het koninkrijk. You said no, I work for my company. Dan zeg je ja, ik werk voor mijn bedrijf. Well, where is the name of your company in the kingdom of God? Waar is de naam van jouw bedrijf in het koninkrijk van God? Everything will remain in the on earth.
Alles zal blijven op aarde. Everything will be burned by fire. Maar alles wordt een keer verbrand door vuur. The earth will pass away. De aarde zal voorbij gaan. And everything in it. En alles daarop zal weggaan. So you have invested all your life and wasted all your 50 years, 40 years in something that will pass away and be destroyed by fire. Dus dan heb jij je leven geïnvesteerd, 40 jaar, 50 jaar in iets dat door vuur verbrand gaat worden. Your job is a tool. Jouw werk is alleen maar een instrument. Your company is a tool. Jouw bedrijf is alleen maar een instrument. All everything God has given you is supposed to be the tool for which you promote the kingdom of God, which goes eternally in your account. Alles wat God jou gegeven heeft, heeft als doel om het koninkrijk van God te promoten met jouw talenten. It's supposed to be the tool from where you pile up treasures in heaven for yourself. Het zou het doel moeten zijn, het middel moeten zijn waarmee jij de schatten kan opstapelen voor jouzelf in de hemelse gewesten. Don't die poor. Niet sterven. In heaven, I mean. Don't die poor in heaven. Niet heel arm. Don't die with sterven. Empty account in heaven. Niet sterven zonder dat er iets op je rekening staat in de hemel. Don't die with empty account. Niet sterven met een lege rekening. Don't die rekening. Without treasure. Zonder schatten in de Don't hemel. Leave this earth. Niet deze aarde verlaten. Empty. Leeg. Without anything. Zonder in wat heaven. Dan ook in de hemel. In your account. Op jouw rekening. Don't die so. Niet op die manier sterven. Don't die a wasted life. Niet sterven met een verspild leven. Go and get a hold of your pastor. Ga naar je voorganger toe. And say, tell me what en can zeg I do? Je voorganger, wat kan ik doen? Help me to discover Help my gifts. Om mijn giften te ontdekken. And if you don't know it yet, en als je dat nog niet weet, listen to my preachings yesterday. Luister naar mijn prediking van gisteren. In the afternoon and in the evening. In de middag en in de avond. Then there you can find out how you can become find your gifts. Daar kan je dan ontdekken hoe je je gaven kan ontdekken. You should discover for one thing God has molded you so. Je moet gaan ontdekken waarom heeft God jou zo gemaakt. And what fruit he wants you to be bringing now. En welke vrucht wil hij dat je voortbrengt. And where he wants you to be planted. En waar heeft hij jou geplant. And begin to dedicate your whole life to it. En begin je hele leven daaraan toe te wijden. In het begin. Maybe you still need to combine it with your job. Moet je misschien nog combineren met je werk. But as you grow, maar als je dan gaat groeien. As you form team, als je dan een team krijgt. As you expand, als je dan groter wordt. You get better in what you are called to do. Dan word je steeds beter in waar je in geroepen bent. Than just in the job you do. En dan alleen maar het werk wat je doet. And later on, your calling will be making provision for you. En later zal jouw roeping ook voorziening geven then voor jou. Then you become self-sufficient. En dan wordt het, dan gaat het zichzelf voorzien. Then your job, your calling will be able to preserve you and give you food and give you sustain you. En uiteindelijk zal jouw roeping ervoor zorgen dat je eten krijgt en jij wordt ondersteund daardoor. And so it's becoming both your calling and your profession. En het is dan deel van jouw roeping en van je beroep geworden. It's becoming both your calling and your job. Ik heb het dan over je roeping en je baan. Then when you discover that is your calling, go and study for more for it. Als je dan hebt ontdekt dat is je roeping, ga en studeer daarover. Then it becomes both your calling and your profession. Dat het inderdaad je roeping en je beroep wordt. Then you can become a specialist in it. Dan word je een specialist daarin. Then you can offer your service to the whole world. En dan kan je je diensten aanbieden aan de hele wereld. Then you can become by that create for yourself a big platform. En dan kan je voor jezelf een groot platform where creëren. The whole world could be served. Waar de hele wereld gediend kan worden. Maybe you are supposed to be giving psychological consultation to people. Misschien ben jij geroepen om psychologische Maybe raad te geven aan mensen. The youth, young people. Misschien moet je jonge mensen helpen. Misschien is je roeping alleen maar om de liefde van God aan hun te openbaren. Misschien ben je wel geroepen als prediker in een stad of als zendeling. Is to save sportsmen. Of sportsmen. Misschien is je roeping om een sportman te zijn. But maybe it is your calling just to minister to women. Misschien heb je een roeping voor vrouwen. What do you like to do? Wat wil jij doen? What is your heart yearning for? Waar gaat je hart naar uit? What naturally comes out of you? Wat komt er eigenlijk natuurlijk al uit voor jou? What do you have evidence of heart about? Wat toon je al aan bewijs dat in je hart is? What concerns you? Wat zijn de dingen waar jij je zorgen om maakt? What troubles you? Waar ben je mee bezig? What do you
What do you rejoice about? Wat zijn de dingen waar je vreugdevol over bent? What do you enjoy doing? Wat vind jij leuk om te doen? All those things are the places where God has planted your giftings and abilities. Al die dingen zijn de gebieden waar God talenten en mogelijkheden geplant heeft in jou. Study yourself and study the things. En bestudeer jouzelf en bestudeer die dingen. And come to church to be perfected. En kom dan naar de gemeente om daarin beter te worden. To know how to carry God to that place. Om te weten hoe je God kan brengen naar die plaats. To know how to be like God in that place. Om te weten hoe je net als God kan zijn op die plaats. And to know how to represent God and speak for Him. En dat je weet hoe je God kan representeren en spreken come namens to church Hem. And be filled with glory. Kom naar de kerk en word gevuld met glorie. With presence. Met de aanwezigheid. With His abiding presence. Met zijn blijvende more aanwezigheid. More meer en meer daarvan. In the church. In de kerk. So that you might go and release Him out there. Zodat je dan kan gaan uit de kerk en Hem kan vrijzetten. You go and taking the water, the glory. Je kan al die glorie nemen. But you go and pour it out over maar dan ga je dat daar weer uitdelen. But if you are not affecting your world, maar als jij jouw wereld niet aanraakt. You are dead while you are alive. Dan ben je dood terwijl je leeft. I came to raise you up from your deadness. Ik ben gekomen om je op te doen staan uit I je doodheid. To resurrect you from the dead. Ik ben je gekomen om je op te doen staan uit de dood. I am the voice crying from God. Ik ben de stem die roept vanuit God. De beslissing over je bestemming. Be determined to discover it. En wees vastberaden om het te ontdekken. Oh, please don't be destroyed in hell. Alsjeblieft, word niet vernietigd in de hel. Don't let the curse of God come unto you instead of His blessing. Laat niet de vloek van God op jou komen in plaats van zijn zegen. Oh Lord, may He not approach you. Oh, dat Hij niet naar jou toe moet komen. Oh, may destruction not be your portion. En dat vernietiging niet jouw deel zal zijn. Oh my God, may you be wise unlike the fig tree. Oh mijn God, dat je verstandig zal zijn als die vijgenboom. May you begin to bring forth fruit before Jesus comes with judgment. Dat je begint vrucht voor te brengen voordat Jezus terugkomt. Before He comes with judgment, when you become alive. Voordat Hij komt met oordeel, dat jij tot leven bent gekomen. Oh, in the name of Jesus, discover yourself before it's too late. In de naam van Jezus ontdek jezelf voor het te laat is. And be determined not to die empty. En wees vastbesloten om niet leeg te sterven. And be determined not to go back. From not to go from this world not accomplishing anything for anybody. En wees vastberaden dat je niet uit deze wereld weggaat zonder dat je iets voor iemand hebt gedaan. Make a difference with your life. Maak een verschil met je leven. May your life become an enricher to the society. Dat jouw leven een verrijking is voor de maatschappij. Hello. Hallo. You are sent here for a purpose. Je bent hier gezonden met een doel. You have the ability. Je hebt already. De mogelijkheid. Is it, klaar. God put it in you. God heeft het in je gelegd. You don't need to struggle. Daar hoef je niet meer voor te vechten. You only need to develop it. Je moet het alleen ontwikkelen. You don't need to suffer. Je hoeft niet meer te lijden. It comes out of you naturally. Het komt al uit jou voort. Just natuurlijk. Go and release life. Ga en zet het leven vrij. Just let the love of God give you compassion for the people who need it. Laat de liefde van God jouw bewogenheid geven voor de mensen die het nodig hebben. Just be like Jesus and begin to care for people. Wees net als Jezus en zorg voor mensen. Begin to have concern for the perishing. Begin zorgen te hebben voor degenen die lijden. Begin to realize that you don't live for your own good only, for your own selfish interest only, but you live for Him. Begin te realiseren, je leeft niet alleen maar voor jezelf, jouw egoïsme, maar je leeft voor Hem. He did not create you for selfishness. Hij heeft jou niet geschapen voor egoïsme. He did not create you for egoism. Hij heeft je niet geschapen voor alleen op jezelf. He created you to be His son and His daughter. Hij heeft jou geschapen om zijn zoon, dochter te zijn. He made you in His image. Hij heeft jou in zijn beeld gemaakt. So that you might reveal Him. Zodat je Hem kan openbaren. In revealing Him. Zodat je Hem openbaart. You in revealing Him. Als je Hem dan openbaart. You fulfill your purpose. Dan vervul je je doel. Go and reveal Him in your business. Ga en openbaar Hem in Go jouw zaken. And reveal Him in counseling. Ga en openbaar Hem als Go je counseling doet. Go and reveal Him in loving the bums and the poor and outcasts. Ga en openbaar Hem als je van de Go mensen houdt die arm zijn. In ministering to the people He had called you to. En ga en openbaar Hem als je bedient reveal de mensen waar the Hij je voor roept. That is not dead, he's alive. En weet dan dat Hij niet dood is, maar leeft. Reveal His love to people that people might know God. Openbaar zijn liefde aan mensen zodat ze mogen weten dat God liefde is. Touch somebody with His hand of love so that people might feel the touch of God through you. Raak mensen aan met een hand van liefde zodat mensen weten dat God ze aanraakt. Give the smile of hope to another person. Geef de glimlach van hoop aan een andere persoon. Become a fountain of life. En word een fontein van leven. Don't just stand as a dead tree. Niet alleen maar staan als een dode boom. Green but not fruitful. Groen maar zonder vrucht. Green but not useful. Groen maar onbruikbaar. Existing but dead. Er staat er wel, maar je bent dood.
Don't become like that. Word niet zo. If you want to be fruitful tonight. Als je vanavond vruchtbaar wil zijn. And want to discover your destiny. En je wil je bestemming ontdekken. Stand up everybody and come dan iedereen op. And everybody come forward. En iedereen mag naar voren komen. Run forward. Ren naar voren. And begin to pray. En begin te bidden. That Father, I don't want to be like that fig tree. Vader, ik wil niet zijn zoals die vijgenboom. I don't want to be like the fig tree. Ik wil niet zoals die vijgenboom zijn. I don't want to worship trees. Ik wil geen bomen gaan aanbidden. I don't want to be wasted. Ik wil niet verspild zijn. I don't want my life to be wasted. Ik wil niet dat mijn leven verspild is. Please help me. Alsjeblieft, help mij. To discover the purpose. Om mijn doelen te ontdekken. And the destiny. En de bestemming. That you have for me. Die u heeft voor mij. I want to fulfill my destiny. Ik wil mijn bestemming ontdekken. I want to fulfill my purpose. Ik wil mijn doel vervullen. Why you created me. Waarom heeft u mij geschapen? Reveal it to me. Openbaar het aan mij. Help me to discover myself. Help mij om mijzelf te ontdekken. Help me to discover my calling. Help mij om mijn roeping te ontdekken. Father. Vader. I want to affect my world. Ik wil mijn wereld effect hebben daar. I want to affect my world. Ik wil effect hebben in mijn wereld. I want to change my world. Ik wil mijn wereld veranderen. I want to bring a difference with my life. Ik wil een verschil maken met mijn leven. I don't just want to waste my life. Ik wil mijn leven niet verspillen. I don't just want to exist for nothing. Ik wil niet alleen maar bestaan voor niks. Help me, Father. Help mij, Vader. Help me, Father. Help mij, Vader. Help me, Father. Help mij, Vader. Change me. Verander mij. And don't let me be egocentric again. En laat mij niet meer egocentrisch zijn. Don't let me be egocentric again. Laat mij niet langer egocentrisch help zijn. Help me to begin to live for you. Help mij om te leven voor u. That I may begin to live for you. Dat ik begin te leven voor u. That my life and every day of my life. Dat mijn leven, elke dag van mijn leven. Will be to glorify you. Er zal zijn om u te verhogen. And to reveal your glory. En om uw glorie te openbaren. Don't curse me, Lord. Heer, vervloek mij niet. Don't curse me, Lord. Vervloek mij niet, Heer. Give me a chance. Geef me een kans. Give me a chance. Geef mij een kans. Give me a chance. Geef me een kans. And I will be fulfilled. En ik zal vervuld zijn. Talk to God. Praat met God. Close your eyes, everybody. Doe je ogen dicht, iedereen. And talk to God. En praat met God. But you see, the lesson I've given you now. Zie je de les die ik je gegeven heb nu? It is so important. Is zo belangrijk. You need to listen to it. Je moet er naar luisteren. 10 times, 40 times. 10 keer, 20 keer, 40 keer. You need to be taught in it thoroughly. Je moet daar heel, heel diep in onderwezen worden. And you need to really get it. En je hebt nodig dat je het echt krijgt. So that echt you be able to live right. Zodat je dat leven gaat leven. And not waste your life. En niet je leven gaat verspillen. But I just have 2 days. I only had 2 days. Ik had alleen maar 2 dagen hier. It's too small for me to be able to. I teach my church this for a whole year. But dit onderwijs ik in mijn kerk een heel jaar lang. Only this topic. Alleen maar dit onderwerp. So what we have brought many cassettes and tapes. We hebben heel veel cassettes en bandjes meegenomen. Some of them in your language. Sommige in uw taal. Some of them in English. Sommige in Engels. But get as many related subjects maar krijg as zoveel mogelijk van dit and onderwijs. Listen and listen again. En luister steeds opnieuw. Your own life. Jouw eigen leven. Is the cost of those cassettes. Dat hangt af van die cassettes. But you don't need to pay your life to buy this. Je hoeft alleen je leven niet te geven om die cassettes te kopen. What you are paying for the cassettes is nothing. Wat je betaalt voor die cassettes, dat is niks. Compared to the life and the preservation is going to give. In verhouding met het leven en het begrip wat het gaat geven aan je.
een doel. It will give you purpose. Het geeft je een doel. It will give you destiny. Het geeft je een bestemming. And it will make you not to be a wasted life. En zorg ervoor dat jouw leven niet verspild zal zijn. Because you are taught. Omdat je onderwezen and bent. Because your eyes are open. En je ogen zijn open gegaan. And because you have no, because you have been. You are able to be directed in life. En omdat je je bent gestuurd worden in Let me tell you something. Laat me iets vertellen. Everybody. Marcel, iets zeggen. Iedereen. Is comes to life freely. Iedereen komt tot leven gratis. Because you just find yourself living. Want ja, je ontdekt dat je er bent. But the sad thing about life. Maar het verdrietige van het leven. That our parents only know how to deliver us. Dat alleen onze ouders weten hoe wij ons. They only know how to give birth to us. Ze weten hoe ze geboorte moeten geven aan But ons. But unfortunately. Maar helaas. They don't know how to teach us to live. Ze weten vaak niet hoe ze ons moeten onderwijzen om hoe je moet leven. Nobody knows how to live. Niemand weet hoe je moet leven. It's a sad thing about life. Dat is het hele verdrietige over het leven. And our schools. Onze scholen. You know what they are doing for us? Weet je wat die doen voor ons? They make us into slaves. Die maken ons in slaven. They give us subjects they want. Ze geven allerlei onderwerpen. The ruling elite. Maar ze hebben een elite groep willen ze hebben. They decide what we are to study. En die elite groep die besluit wat wij zouden moeten bestuderen. They decide who we are to come. Zij besluiten waar we naartoe moeten gaan. Zodat we might be used by them for all the system of the world. Zodat jij gebruikt wordt door hun om het systeem van de wereld in stand te Just houden. For us to become labor force. Zodat we werkkrachten worden voor hun. Like cattle. Cattle in the field. Zoals katoen in het veld. That is what they have made us to be. Zo hebben zij ons willen maken. So you don't discover yourself in life at all. Dus op die manier ontdek je jezelf helemaal niet in het leven. It's a pity. En dat is zo triest. You don't even get to find out that you have been sent here by somebody for a purpose. You don't even get nobody tells you that. Niemand vertelt jou zelf ook maar dat jij bent gezonden door iemand met een doel. Only if you are lucky you get to church. Alleen als je mazzel hebt dan kom je in de kerk. Where they tell you this. Waar ze je dit vertellen. Or else you just waste your life and you'll be wondering all the time, why am I here? En anders dan verspil je leven en de hele tijd denk je, maar waarom ben ik hier nou? They waarom they ben give ik us life. Ze geven je leven. They give us life. Ze geven je leven. But they don't teach us how to live it. Maar ze leren ons niet hoe je het leven moet leven. They don't even tell us what it is for. Ze vertellen niet eens waar het leven voor is. They just say, go and survive. En ze zeggen alleen maar ga en zorg dat je overleeft. If you die, als je sterft, we get your children anyway. Dan hebben we je kinderen toch al te pakken. He will serve us, continue to serve. En zij zullen wel doorgaan ons te dienen. If he dies, als die sterven, we make him have all more children. Dan zorgen we wel dat ze weer meer kinderen maken. So that we will continue to use. Zodat we die weer kunnen gebruiken. Just to keep our systems functioning. Alleen maar om ons systeem in functie te houden. That is what jobs is about. En daar is dat werk van jou ook voor. And people keep on going for it. En mensen die gaan daar maar mee door. Because they give you some little compensation. Omdat ze een beetje compensatie aan je geven. So you become a slave. En zo word je een slaaf. Just like ladies work for prostitution. Zoals vrouwen werken voor prostitutie. You work for job. Zo werk jij voor je baan. But that is not who we are created maar to dat is niet waarom wij geschapen zijn. We are every one of us created with something in us. Iedereen van ons is geschapen met iets in ons. You are sent here for an assignment. Je bent gezonden met een opdracht hier. The only person who knows that assignment is your creator. De enige die opdracht kent is jouw schepper. That is why we have the concept of God and church. Daarom hebben we het concept van God en de kerk. So that you will discover your creator. Zodat jij jouw schepper zal ontdekken. Then he will reveal to you why he sent you here. En dat hij openbaart aan jou waarom hij jou hier zendt. Then when you discover it. En als jij dat dan ontdekt. Then you'll be establishing it and fulfilling it and making everybody happy just as you are. Dan word je bevestigd, je vervult noden en je maakt iedereen blij zoals jij blij bent. Then when it's time for you to leave the world. En als het dan tijd is voor jou om deze wereld te verlaten. You live with a smile. Dan verlaat je de wereld met een glimlach. Because you have lived a good life. Want je hebt het goede leven geleefd. That is why. Dat is waarom. I am more happy than you. Dat ik blijer ben dan jullie. Because I discover him. Want ik heb hem ontdekt.
And through him, en door hem, I discover myself. Heb ik mijzelf ontdekt. And I'm doing exactly what I'm supposed to be doing. En ik doe precies wat ik zou moeten doen. Helping you find life. Om jou te helpen het leven te vinden. And teaching you to live it. En om jou te trainen om het leven te leven. And so that you will no longer be a waste. Zodat je niet langer meer verspild zal zijn. The waste in your family grand tree is enough. De verspilling in de boom van je familie is genoeg. You shouldn't continue again. Daar moet jij niet langer mee doorgaan. You will begin to be people and family of purpose. Je zal beginnen een mensen en families van doel te zijn. Oh Jesus help us. Oh Jezus help ons. Oh Jesus help us. Oh Jezus help ons. Tell Jesus that will help you. Zeg het tegen Jezus, help mij. Talk to God now. Praat met God nu. Talk to God from your heart. Praat met God vanuit from je hart. Heart. From your heart. Vanuit je hart. From your heart. Van je hart. Marcel, iets harder. Talk to God. Praat met God. And be determined to be fulfilled. En wees vast besloten. Be determined to be fulfilled. Wees vast besloten om te vervullen. Be determined to find God and your destiny. Wees vast besloten om God en jouw bestemming te vinden. And not to waste life again. En niet het leven langer te verspillen. Talk to God. Praat met God. Father, I present these people to you. Vader, ik presenteer deze mensen aan u. May they now remain the same again forever and ever. Mogen zij nooit meer dezelfde blijven voor eeuwig en eeuwig. Help them to discover themselves big time. Help ze om dat ze zichzelf ontdekken op een geweldige manier. Help this nation to discover herself. Help dit land om zichzelf te ontdekken. And let the Christians of this nation begin to move according to destiny and fulfilling purpose. En laat de christenen van dit land beginnen te bewegen naar het doel en de bestemming die ze hebben. Father, help your people. Vader, help uw volk. I ask you for this. Ik vraag u dat in Jezus naam. In Jezus naam. You see, that's why I told you to get all that table with all the cassettes supposed to be empty today. Eigenlijk zou die tafel met al die cassettes leeg moeten zijn na vanavond. And the books. En de boeken. You know why? Weet je waarom? Because I don't know where you will be able to hear this kind of preaching. Want ik weet niet wanneer jij dit soort onderwijs weer te horen krijgt. Get for yourself as much help as you can. Zorg dat je voor jezelf zoveel mogelijk hulp kan krijgen wat je maar kan krijgen. Help jezelf. I have done more than you. Ik heb meer gedaan dan jij. My ticket is costing more than all the mijn ticket hierheen kost meer dan al die cassettes bij elkaar. So help yourself. Dus help jezelf. If I could come for you. Als ik kom voor jou. Leave my family. En mijn gezin achterlaat. I am doing more sacrifice than you. Ik breng meer een offer dan jij. Help yourself. Help yourself. Money to buy the cassette is nothing. That is for cheap, for priceless. Het geld wat je besteedt aan die cassettes is zo weinig, bijna gratis. Compared to the life. Als je het vergelijkt met het leven en de richting in je leven. So Mariam and other people go and open that thing. And let them buy as many as possible today. Let there be a line today for 1 hour so that you just buy. Dus mensen die daar aan de tafel werken, doe de tafel open en laat er een rij zijn. Al duurt het een uur dat je spullen kan kopen. It has been nice to be with you. Het is heel goed om bij jullie geweest te zijn. It has been nice to be with you. Het is echt heel fijn geweest om bij jullie te zijn. Geef hem een geweldig applaus. Thank you, Pastor Sunday. Thank you very much. Halleluja. Dit is goud. We gaan onze broeder en zuster ook zegenen. Ze gaan weer terug naar Kiev. Morgenochtend om 8 uur gaat het vliegtuig. Dus wilt u ook nog uw handen opheffen over hen. Dat hun wegen geopend zullen zijn. En het doel wat God voor Kiev en ook de Oekraïne beloofd heeft. Dat het nooit zal tegengehouden kunnen worden. Want God staat boven alles. Halleluja. We thank you so much. We danken u dat u geweest bent. En dat u geloof hebt in de gemeente. We zien u even vertalen. Thank you so much that you have faith in our churches. En dat je brengt de zegen vanuit Kiev tot dit land. Brought the blessings from Kiev to this country. In maart, half maart van 9 tot
12 maart zullen we een 9 to 12 March next year. Mensen die leiders willen worden, zullen we een leidersconferentie houden. There will be a leadership conference for those that are leaders and want to become leaders. Mensen die bereid zijn ervoor te gaan en op deze prediking in willen gaan. People who are prepared to do this preaching. We hebben een grote zaal ervoor gehuurd in Zelhem. A big hall we have in Bethel, Zelhem. En we nodigen mensen uit om op hun benen te gaan staan voor de toekomende tijd. We invite people to stand on their feet for the coming time. En dat we geen jaren, geen maanden meer zullen verliezen om Gods koninkrijk te openbaren. In dit land. That we will not lose any more months or years to touch this country. En dat het zaad wat nu gevallen is in deze dagen niet op harde grond gevallen and is. And that the seed that has been that has come will be planted in good ground. Waar toebereid de grond zal ontvangen hebben. And that the zoals wij mogen zijn. That the ground will receive the seed. Zodat het zal opkomen. So that it will bear fruit. En Nederland zal zien en het parlement zal zien. And Holland will see and the parliament will see. Dat de publieke omroepen zullen zien. The public broadcasting companies will see. Dat de politieke partijen zullen zien. Politicians will see. Dat wij het antwoord hebben. That we have the answer. Amen. Amen. En dat wij met liefde zullen regeren vanuit het koninkrijk van God. And we will rule with love from the kingdom of God. De laatste zondag van de maand van november zal Henny Huisman met mij gaan optrekken. Henny Huisman, the last Sunday in November.